Dat is toch niet zo'n geweldige verslaggever missen? Ja, dat zou, ik zou dat wel heel erg jammer. Ik denk dat ik je wel terug zou gaan halen dan als dat zou gebeuren. Even de knuffel, even de knuffel. Nieuws. Een grote dag voor Enschede, want de enige echte Geert Wilders komt langs. Tijd voor een feestje. Geert Wilders, meneer, zometeen Geert Wilders, bent u er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Ja. Ja, gezellig. Ja, gezellig? Ja, ik ben wel een redelijke fan van hem. Stemt u op de PVV of op de Partij voor de Vrijheid? Ja, op de Vrijheid denk ik. Ja? Ja. Niet op de PVV? Nou, ik heb eigenlijk nog niet echt mee met de PVD. Dus ja, dat is gewoon mijn mening, weet ik niet. Op wie stemt u dan? Ik stem Wilders. Wilders is een aardige kerel, goede man. ZZV. Niet op de Partij voor de Vrijheid? Nee, zeker niet. Als u nu moest kiezen tussen de PVV en de Partij voor de Vrijheid, wie koos u dan? Nou, Partij voor de Vrijheid. Niet de PVV? Ja, Partij voor de Vrijheid. Niet op de PVV? Nee. Als u nou moest kiezen tussen de PVV of de Partij voor de Vrijheid, wie koos u dan? Alsjeblieft, ga weg met die domme vragen. Alsjeblieft, zeg. Ja, nee. Kijk u... De PVV is natuurlijk minder intelligent, dat weet u allemaal. Hè? Het is misschien wel een feit dat misschien de stemmers van de PVV wat minder opgeleid zijn. Dat wil niet zeggen dat ze dommer zijn. Maar daarvoor hebben ze wel een beter ontwikkelde sluitspier. Want? Want ze voelen gelijk aan wanneer ze keihard in de reet worden genaaid door de politiek. Geert, wat een opkomst. Ja, hartstikke. Wat een opkomst. Geweldig. Is toch geweldig, echt. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Het is de mooiste stad van Twente. We hebben hier altijd heel veel steun en er is campagne. Dus ik punten scoren. Bij, nou, een meet and greet zoals we dat noemen. We hebben het eerder in Volendam gedaan. Nu hier in Twente, in Enschede. En ja, hartstikke veel mooie, lieve en aardige PVV'ers die we proberen te overtuigen om in ieder geval te gaan stemmen. Dat zijn hele belangrijke verkiezingen. Niet alleen voor Twente en Overijssel, maar voor heel Nederland. En mensen kunnen ook nog als bonus, als ze gaan stemmen, de opkomst is normaal laag, kunnen ze ook nog het kabinet proberen, de coalitie proberen weg te krijgen, Kaag en Rutte weg. En we zien iedere dag, ook vandaag weer met die parlementaire enquête, tot wat voor ellende het allemaal leidt. Dus ja, ik probeer hier gewoon een leuke bijeenkomst, vriendelijke mensen en ze proberen te overtuigen om te gaan stemmen. Je bent in een goede bui, want u ging zelfs met een Marokkaan op de foto. Ja, zeker. En met u ook als u dat wil. Geen enkel probleem. Er zijn heel veel mensen, Nederlanders, Turken, Marokkanen, die graag op de foto gaan. Ik vind het hartstikke leuk. Als ze bij de PVV zich thuis voelen, zijn ze van harte welkom. Hij wilt ook minder buitenlanders? Bent u daarmee? Ja. Al die buitenlanders moeten we. Dat weet ik niet, dat zijn zijn uitspraak, maar ik zou dan... Daar staat u achter, u stemt op hem. Ja, ja, goed. Ik zou dan ook op deze manier zou ik kiezen, tuurlijk. Ja. Ik moet weg. Nou, omdat jij nou verslaggever bent, zou ik niet meteen wegsturen. Dus. Dat is toch nog fijn. De grenzen moeten wel dicht, in ieder geval voor asielzoekers. Want dat kunnen wij niet aan. Nederland wordt helemaal volgepropt met allemaal asielzoekers. Vaak ook gelukszoekers, mensen die uit veilige landen komen. Iedereen, 95% van de asielzoekers komen over land naar Nederland. Dat betekent dus Duitsland en België. Dat zijn veilige landen. Dan ben je eigenlijk geen asielzoeker, maar gewoon migrant. Want je had in die andere landen asiel moeten aanvragen. En daarvan zeggen wij, en heel veel mensen, ook van alle autonome afkomst, steunen ons ook erin. Want die zien ook dat dat niet kan. Die hebben ook alleen maar last daarvan. Dus die zeggen ook van, en wij ook van, dat moet stoppen. En mensen die in Nederland zijn, ik heb het altijd gezegd, als ze zich gedragen en onze regels en normen en waarden houden, dan zijn ze van harte welkom. Dan hoeft niemand weg. Maar de mensen die dat niet doen, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Ik denk dat iedereen het wel mee eens is dat je criminelen of terroristen, dat je daar in Nederland weinig aan hebt. Dus wilt u meer of minder van mij? Nou, allebei niet eerlijk gezegd. Dit is allebei goed. Oh. Toch? Ik bedoel, is ook goed als ik wegga. Nou ja, dat mag ook wel van u. Nogmaals, je moet van mij niet weg, maar je mag het zelf weten. Maar dat geldt ook voor een Nederlander. Die moet ook zelf kijken wat die gaat doen. Ik ben hier geboren, dus ik werk hard voor mijn centen. Ja, nou, dan ben ik hartstikke trots dat je Nederlander ik bent. Ik kan toch niet zo'n geweldige verslaggever missen? Nou, ik zou dat wel heel erg jammer. Ik denk dat ik je wel terug zou gaan halen dan als dat zou gebeuren. Nou, met deze afgesproken. Ja? Okay. Even de knuffel, even de knuffel. Hey, abonneer even. Door hier te klikken. Klik, 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 klik.